Hé, hey, meisje, je bent zo vol, hè? Ja. Ja, lieve vrienden, het is weer donderdagmiddag. Het is, even zien, 12 uur 16. Het is vandaag de 26e. Ja, gisteren weer een rotdag, vandaag nog een rotdag. En dan klim ik er wel weer uit mijn dalletje. Ja, gisteren was het weer een jaar en twee maanden geleden dat mijn man is heen gegaan. Dus ja, je blijft toch iedere keer bij de datum een beetje stilstaan. Ik tenminste wel. Wie wat een ander doet, weet ik niet. En daar heb ik ook verder niks mee te maken. Maar ik heb dat wel iedere maand. De desbetreffende datum, dat zijn gewoon ja, voor mij rotdagen. Ja, dat zijn er drie achter elkaar, hè. Dat ik eventjes dan in een dipje zit, maar dat doet er niet toe. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel van harte welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Ja, en het is mooi weer. Het zonnetje schijnt althans. Het is wel hier en daar, ja, het is daar meer bewolkt dan hier. Het is hier blauwe lucht en af en toe een wolkje. Zoals daar een beetje, maar het is achter iets meer. Het gaat wel heel hard. Zo dan. Ja, en ze waren net bezig van de waterleiding. Dus ik denk, oh mijn hemel, heb ik nog wel water? Toen had ik nog water, dus ik gauw twee pannen gevuld, mijn waterkoker gevuld. En hopla, ik denk, dan heb ik water als het al af mag gesluiten. Heb je dus voor niks gedaan. Maar beter voor niks. En dat je het toch opmaakt, want water kost ook geld. Dan dat het helemaal op een droogje had moeten zitten. Dus ik heb nou mijn koffie op de salontafel staan. Ik heb gisteren bij een zeeman even een nieuw tasje gekocht. Ja. Ik had wel een tasje, maar daar zaten spullen in. Dat stond hier thuis. En ik denk, nou, pak even, ik wil even een nieuw tasje hebben. Erbij. En ook het zakje waar die in zit is blauw en donkerblauw en geel en wit. Dus dan vraag ik, ja, zo is dat tasje ook. Kijk dan. Het zit er helemaal ingepakt in plaats van netjes opgevouwen. En daar hou ik niet van. Vouw zoiets netjes op. Ja. Nou, leuk toch? Ja. Nou, dan ben je weer vrolijk, hè? Zo. Ja, o zeeman, o zeeman. Ja, toch? Die andere is alleen nog maar helemaal geel. En dan hebben we allemaal ballen erop. Donkerblauw en lichter blauw en nog lichter blauw en geel. Ja, wat grappig. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zal zo meteen even de terugweg in de videopad gooien. Dan kan dat ook zijn werk doen. En dan kan het later ook naar YouTube toe. En dan kan later vandaag deze vlog van vandaag er weer naartoe. Ook dat doen we dan. En dat wordt dan weer een kortere vlog. Lekker. Even weer rustig aan. Maar doet er niet toe. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van de dag. Mijn hondje is trouwens buiten. Daarom zien jullie dus nou niet. Het is er maar één die jullie zien, die andere die zien ik niet eens. Ik weet niet waar mijn prinsesje is, ik weet niks. Maar ja, oké. Ze zeggen, geniet van jullie dag en tot later. Doei, doei. Hé, hey, mijn hondje. Hé, hey, mijn hondje. Och, het is een dikke toosje. Hij is ook zo lief. Zit de vieze oogjes. Zal ik zo meteen schoonmaken, ja. Hé? Hey? Hij is lief, ja. Nou, lieve vrienden, de huishoudelijke hulp is dus al lang alweer geweest. En ik was bezig met een plaatje, wat denk je? Mijn programma die crasht, ja. Niet leuk dus, nee, echt niet leuk. Dan hoop ik dat hij wel weer wilt gaan doen. Want ja, daar baal je natuurlijk van, hè? Ben je lekker bezig en ene kristie. Ah, en dan wordt wel gewaarschuwd, sla iedere keer op, maar ik was eigenlijk nog niet zo ver. Dus ja, gaan we maar opnieuw beginnen. Ja toch?
Ja, en ik had eigenlijk ook even nog weggewild, maar ik heb net zoveel zin als een dief in het hangen. Ja, ken je dat gevoel? Maar in ieder geval, hij doet het weer. Nou, hij is er van het laden, maar ik wil meestal vlugger dan mijn computer gaat. Ik heb nieuwe spullen nodig in mijn pc-kast, ja. Dus mijn schoonzoon die is al aan het zoeken, geloof ik, voor me. Tenminste, dat had hij wel beloofd, dat hij erachteraan zou gaan. Hij heeft er meer verstand dan van ik, ja. Moet toch nieuw spul erin als het verouderd is, hè. Het is al ook alweer, nou... Pak een beet. Nou, 8 tot 10 jaar oud. Het inwendige. En de kast. Maar de kast, ja, daar kan je weer nieuw in zetten. Die kast, die kan er niks aan doen met hetgene wat erin zit. Maar ja, maakt niet uit. Komt vanzelf, hopelijk een keer goed. Hé, hondje? Ja, nou. Ja. En wat de rest is, ja, ik weet het niet. Is mijn zwart-witte poesenbeestje achter jou, achter de bank? Ja, daar zit ze. Hallo, meisje. Oeh, ben je vol, hè? Even ben je vol? Nee, ja. Kikaboe. Ja, zijn jullie allebei lief? Hé, allebei lief. Ja. Wat een diggie. Allebei lief. Allebei de zwart-witte lief. En wat de rest uithangt? Ik weet het niet. Nee. Hoe moet jij naar buiten weer? Je bent net binnen. Hè? Maar ja, het is lang niet zo lekker. Het waait als een raket hier. Ik heb het koud. Dat ik denk dat ik zo mijn vest maar aandoe. Ja. En dan blaft meneer ook. Ja, ik kan weer aan het werk. Nou, dan ga ik mijn vest aan doen. Ik ga een bakje koffie maken. Wat lekkers er even bij. En ik ga weer opnieuw beginnen met een plaatje. En ja, ik wil eigenlijk een plaatje maken van een klein meisje. In een hele mooie lange jurk. Het is eigenlijk een bruidsmeisje, maar dat doet er niet toe. Nee toch, vind ik voor niet. Waar zit ze? Daar staat ze. Kijk, dat meisje. Die geef ik een kaars in de hand. Een hele mooie. En dan sterretjes om erheen. En dan is het lichtjes doorgeven voor de kinderen die hun ouders al verloren zijn. Dat vind ik iets heel anders dan dat wij onze ouders kwijt zijn. Ik ben ook mijn ouders kwijt. Het doet natuurlijk net zoveel pijn en net zoveel verdriet. Maar voor een klein kindje, ik vind het zo erg, als die een mama of een papa verliest, of beide, ja. Dus dat wil ik gaan maken, met een mooie tekst erbij. Dus dat komt goed. Dus ja, ik ga daarmee aan de gang, ik ga eerst mijn vest aan doen, ik heb het echt niet warm, ik begin te verkrampen, dus ja. En een bakje koffie erbij met lekkers en dan zien we het wel weer. En dan zeg ik, ja, morgen gaan we op de tour. Morgenochtend moeten we de vlag ophangen, want onze king Willem is jarig. Ja, onze Willem is jarig. Ik weet nog dat hij de Elfstedentocht mee heeft gereden ooit, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zeg voor nu, tot straks.
lieve vrienden, ik zit hier dan op een booster in het koude Den Helder. Jens Zane, net Chrissy. En heel veel anderen. Heel veel anderen. We gaan het beleven. We gaan het tap toe kijken. Ja, wat ik zou zeggen, zometeen veel luister- en kijkplezier. Tot straks. Zo, nu sta je op de vlog. Je komt wel op YouTube, hoor. En natuurlijk moeten we voordat de tattoo begint controleren of het geluid werkt. En als ik zo nu een reactie zie, dan werkt dat. Dus we zetten de muziek weer iets aan. En afwachten van de echte muziek. Dank u wel. Zo, nou, ik weet niet of jullie de burgervader ook hebben gezien, maar dat merken we dan wel weer. Zo, dat waren dus de genodigden in de tent. En de geridderden. En de geridderden van de Orde van Oranje Nassau, weet ik van wat nog meer. Er zijn vandaag in ieder geval heel veel lintjes naar beneden gevallen. Ja, het heeft lintjes geregend, wordt er gezegd. Ze maait het toch niet op, hè? Oh, nee. Je kan me volgen op YouTube. Oh, prima, joh. Dus, lieve vrienden, tot straks. Hier staat de Helder. Bijzonder welkom vandaag aan de gasten op de eerste rij van de tribune. Nieuwe diepers, die vandaag zijn verrast met een koninklijke onderscheiding. We zijn blij en trots dat u vandaag onze gast bent. Dames en heren, het eerste applaus voor deze avond. Er zit alweer op. De marine tattoo, dames en heren, is een traditionele militaire ceremonie. En die stamt, en dat mensen die hier elk jaar zijn, die kennen dit geschiedenislesje, uit de tijd van de garnizoenssteden, waar de poorten 's avonds dicht gingen. En waar de commandant met zijn tamboer een ronde liep langs die poorten om die één voor één te sluiten. En bij de laatste poort blies de tamboer het signaal tap toe. En de kroegbazen in de stad, die deden de tap dicht en die tapten niet meer. Dus dat is niet officieel. Houden we bij de marine van tradities, maar poorten sluiten en kroegbazen aanspreken, dat doen we niet meer. De Helderse politiek is op deze manier al ingewikkeld genoeg. Dus dat doen we niet meer. Wat we wel doen, dames en heren, is aan u, inwoners van Den Helder, elk jaar een taptoe-ceremonie aanbieden. En de taptoe bestaat ook dit jaar uit drie delen. De opmars, de taptoe zelf, met daaronder een driedeling in de kop van de taptoe, de show en de sluiting. En als derde hoofdonderdeel de afmars. En de kop van de taptoe, die u straks als eerste mee gaat maken, die bestaat uit een lange roffel tamboers, dat klinkt heel eenvoudig, maar daar moet je echt jaren voor studeren. Dan een gebed, in dit geval van de componist Bort Nijanski. En de eremars van Jacob Ruijsers. Maar de opmars, die daar aan vooraf gaat, die ziet u nu als eerste, die hoort u ook. En de kapel speelt Mars 1488. En dat is het oprichtingsjaar van onze marine. En dat is dit jaar precies 530 jaar geleden. Dames en heren, meisjes en jongens, onder algehele leiding van majoor Dermar Riesgebel, Arjan 10 en onder aanvoering van de tamboermeter adjudant van de Mariniers Algemeen Ed Hoostrom, de tamboers en pijpers van het Korps Mariniers en de Mariniersappel der Koninklijke Marine. Door.
Thank you.
Marsa spelen. Dat is een van de Indische Marsa uit het repertoire van de Tabloze Pijpers. Waarvan niemand weet wie die Marsa heeft geschreven, maar waarvan de naam, T. Marsa, doet vermoeden dat het een herinnering is aan de landing van de landingsdivisies van Zijn Majesteitsschepen Soembing, Hai en Patang op 7 november 1858 bij Raté, Sumatra, voor een hele vroege antipiraterijoperatie. En aan de startlijn maakt de kapel zich op voor het vrije repertoire, terwijl de show. De Kaptoe-show van 2018 is geïnspireerd op de muzikale sfeer van de Walt Disney klassieker en animatiefilm Fantasia uit 1940 en de opvolger Fantasia 2000. Hierbij is een choreografie gemaakt door de regisseur van de manier Martijn Vogema en Sander Bergman. En na de eerste presentatie op de Norwegian Military Tattoo in Oslo, 20 en 22 april, dat is dus vorige week, heeft u hier in Den Helder de Nederlandse première. Eind september kunt u de show nog een keer zien tijdens de Nationale Tattoo in Ahoy, Rotterdam en ongetwijfeld later in het jaar nog een paar keer. In deze Mariniers Fantasia 2018, zover zijn we nog niet, 2018, klinken de volgende korte muziekfragmenten. Marines in Motion, dat doen heel veel Marines. Het begin van de beroemde Toccata in D van Johann Sebastian Bach. De Nacht op de Kale Berg van Mussorgsky. Vuurvogel van Stravinsky. De Tovenaarsleerling, u weet wel, Mickey Mouse met die emmers en die bezems die vanzelf aan de gang gaan. Die emmer en die bezem staat hier, die zit in de choreografie. Wil 10 klopt, die klikt, dus het zal wel kloppen. Dan de massale en overdonderende Via Appia uit Pini di Roma. Een populaire hit Havana van Camille Cabello. En dan de afmars die uit twee delen bestaat. Het Tsjechische Brnenska Polka en de defileermars van de Kornkorieken. Nou, u zag een paar van die dingen van het briefje oplezen. Wat ik u wel uit het hoofd kan vertellen. Dames en heren, Mariniers Fantasia 2018.
Zie jij klap voor twee? Nou, en dat is makkelijk.
terwijl de zon langzaam achter de historische gebouwen van het Rijkswerf Willemsoord verdwijnt, zie ik aan het publiek, hoor ik ook dat er van genoten is van deze show. De jongens en meisjes die op de middelbare school zitten, die kunnen melden bij hun docent CKV, culturele en kunstzinnige vorming, dat ze dubbele punten moeten krijgen voor, want ze zijn echt bij de Marinierskapel geweest. En dat is toch een van de allerbeste, zo niet de beste militaire muziekkapel ter wereld, dames en heren. Die nu de tap toe. Klap jij voor de twee. Nu de tap toe 2018 gaat afsluiten. U gaat straks horen en zien elementen uit Nederland, Engeland en de Verenigde Staten. De drie landen die met elkaar samenwerken in de Tri-Marine Community. Dat is natuurlijk geen toeval. Als eerste Nimrod. Bekende, sfeervolle, langzame deel, nummer 9 om precies te zijn, uit de Enigma-variaties van Sir Edward Elgar. De camera's zijn gereed, zie ik op de tribune, prima. Het wordt vaak gespeeld bij typisch Britse en patriotische gebeurtenissen, zoals Last Night of the Proms of Remembrance Sunday. Dan een Hollands blokje met de oud-Hollandse taptoe of de taptoe infanterie. Dat is jouw taptoe infanterie. Moet u niet verwarren met het Anglo-Saxische als de post. Dat vaak door elkaar gaat, maar dat is echt iets anders. Dat is een vast onderdeel bij Nederlandse herdenkingen en niet ceremonieel. Ook op 4 mei, tijdens de nationale herdenking op de Dam, hoort u dat signaal. En dat zal dan ook net als vanavond gespeeld worden door de solo-trompetist van de Marinierskapel, sergeant van de Bond Bijzondere Dienst, de muzikant Jeroen Schippers. Het Wilhelmus, horen we straks. De militairen onder u weet wat hem te doen staat. En het laatste deel van de taptoe, de afmars, is het overbekende Marines hymn. En dan zijn we in de Verenigde Staten, want dat is de officiële hymne van het United States Marine Corps. Dames en heren, de afsluiting van taptoe 2018. Dit hoor Jack ook mooi gevonden, hè? Maar ja, hij kijkt wel mee. Zit je nou samen of is er ook naar boven? Nou ja, met z'n tweetje. Ik heb dat wolkje daar. Thank you.
Zeg maar om het kwartier, 20 minuten moet je erop drukken. Ook horenblazers van de taboes en pijpers geven achter de presence in binnen- en buitenland bij de, voor de signalen bij de diverse 4 mei herdenkingen. Voor overige optredens verwijs ik u naar hun Facebookpagina als u dat nog durft. Over Facebook gesproken, telefoontjes en zo, beeld u gerust. Uw beelden op Snapchat en Twitter en Facebook. En morgen hier om 9:30 op deze plek. Voor de uitslapers nog een keer om 12 uur en nog een derde keer om 4 uur. Geen muziek, maar saluutschoten. Saluutschoten door de saluutbatterij van de Colocorine. Bij ede van de verjaardag van de koning. Dat jasje is daar uitgewaaid. Maar dit jaar voor het eerst. Dat jasje van die deken. Kanon van de trom, die is daar. Midden in Willemsoord. Dus komt u wel kijken, luisteren en
ruiken ook, want het ruikt heel lekker. Dank voor uw komst. Tot morgen. En tot volgend jaar anders. En levert u uw bekertjes in als er is. Dank u wel. Ja, ja, en mijn hondje is reuze blij, hè? Of niet dan? Jij? Ja, we zijn weer thuis. Chrissy is er ook weer, van de partij. Die had mij even als verrassing meegenomen naar, dan ben ik het kwijt. De marinetap toe. Ja, brandt het licht? Nee. Mooi, kijk hem omdraaien. Zie je mij? Ja, ik zie mooi. Jou. Ja, ik was heel erg blij ermee. Ja, want het is jaren geleden dat ik er was geweest. Maar het was een toppie. Ja, en we hebben jullie meegenomen. Dus ja, dat wordt een vlog apart, denk ik. Want die plak ik niet hier tussen vast. Nee, echt niet. Maar in ieder geval, dankjewel, lieve Chrissy. Mijn Suzy. Is goed, schat. Dankjewel, schat. Ja, we zitten nou aan de koffie en een cookie. Ja, en mijn hondje. En dat is mijn GoPro. Die moet ik dus leeghalen op mijn pc. Deze had ik mee. Die moet ook leeg. En dan moet deze ook leeg. Tot later. Ja, en mijn hondje die ligt daar voor pampers. Blijkt wel uitgeteld te zijn, maar... Oh, ik wil net zeggen. Hup, kopwedel. En daar zit mijn andere poezelbeestje. Die zit naar buiten te kijken. Hopie dopie. En op de bank. Nou, jullie, dat zien jullie wel. Daar ligt mijn prinsesje. Tussen de kussen zitten te genieten. Ja, en ik heb de vlag en de wimpel voor morgen al op de tafel klaargelegen.
En ik wil gelijk zeggen van, een hele fijne avond van wat er nog over is. Voor straks wel te rusten, lekker slapen en gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Maar ik wens jullie sowieso allemaal een hele, hele gezellige, fijne, liefdevolle Koningsdag toe. Geniet van het feest. Geniet van alles wat jullie doen gaan. Vrijmarkten ten overvloed, weet ik veel. Er is veel te doen, overal. Dus geniet ervan met wat jullie ook gaan doen. Of jullie nou de rust opzoeken, of juist het tegenovergestelde. Geniet ervan. Ik zou zeggen, tot morgen maar weer. Doei doei.